welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag super veel dingen te doen. Ik moet naar het gemeentehuis, want ik loop al 2 jaar rond zonder een geldig paspoort. Ik ga ook naar Close-up gaan shoppen en naar de postkantoren om een pakketje nog af te halen. En ik ga ook naar de dokter om 2:15, omdat ik last heb van krampen. Ik weet ook niet hoe dat echt komt, maar ja. We zien wel strakjes. In deze vlog gaan jullie ook een stukje zien wat ik allemaal gekocht heb deze week. Ik heb nieuwe schoenen gekocht, ik heb nieuwe dingen besteld, dus dat gaan jullie allemaal zien. Ik heb, omdat het zo mooi weer is, mijn gele blouse aangedaan. De mouwen zijn ook wel super leuk. Kon ik echt niet in mijn kast laten hangen vandaag. En ik heb een broek aan met pareltjes op. Zo, ook echt wel super leuk. En ik ga nu een koffie maken voordat ik vertrek. En dan zijn we weg, hè. Jij bent naar de kapper geweest, hè? Ja, hè? Zie, zo mooi. Zo mooi naar de kapper geweest. En poponen. Dag, Moni. Dag. Een loofje. Dag. Ja, mijn 2 dollies. Ja. Oh, knuffel, knuffel. Ja, moeten jullie nog eens buiten? Kom. Kom. Laat me nog eens pipi doen. Ja. Ik ben weer thuis. Ik heb goed geshopt bij Close-up. Ik ben ook mijn pakketje gaan afhalen bij Zalando. En nu ga ik dus alles filmen wat ik deze week gekocht heb. Als eerste, en dat hebben jullie waarschijnlijk al op mijn Instagram story gezien, is deze mooie Ambitious Case van Antwerp Avenue. Echt super leuk. Ga ik ook nog een foto mee posten op mijn Instagram. Dus als jullie die willen zien, link van onderaan de video. En het is een shockproofhoesje. En dus als je hem laat vallen, heb je geen schermen gepast. Heb je geen barst in je scherm. Amai. Dus dat is echt wel topcase. Dan, ik werk ook bij Tors als studenten. En daar heb ik natuurlijk ook nieuwe collectieschoentjes gekocht. En die ga ik hier tonen. Ze zijn van Via Limone. Of Limoni. Of ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar ik ga ze dus niet tonen. Ik vind ze echt wel heel mooi. Tada! En het is echt zo met glitter. Het is echt super mooi. Ze vallen wel een beetje groot uit. Dus ik heb een. Normaal heb ik een 39-40, maar hierin heb ik dus een 38. Ofwel zijn mijn voeten gekrompen of zo. Maar dus wel, allee, die vallen dus wel super groot uit. Maar ik vind ze echt wel super mooi. Ik heb ze ook in het roze, met een roze glitter. Maar die heb ik niet genomen, omdat ik dat zo een moeilijke roze vind om te combineren. Dus dan dacht ik, dan neem ik die beige. En die kan ik dan wel op roze dragen. Zo. En die beige die kosten ook niet zo heel veel. Een beetje vergelijkbaar met een sneaker. Die kon ook 89,95 €, dus dat valt eigenlijk wel vrij goed mee. Dus dat zijn mijn schoentjes. Dan heb ik ook op Esprit een nieuwe pull besteld. En dat is allee, ja, pull. Het is zo'n super lange gilet. En hij komt tot zeker over mijn knieën. Maar dat is echt wel super mooi voor als ik zo ja, een keer weg ga of in de lente. Het is ook echt een mooi lentekleurtje. Voor als je
een beetje kou hebt en kunt dat daar dan zo een keer over doen. Dan heb ik ook dingen besteld op Zalando. Niet veel ze, maar ik vond dat wel een super toffe t-shirt. Ik ga hem even een keer open doen. Als ik het open krijg. Deze is van Glamorous. En dat staat op Je ne comprends pas. Dus ook echt wel een super tof t-shirtje. Wel leuk om een keer zo gewoon op een jeans en dan met een lange gilet over. Dat is echt wel mooi. En dan heb ik ook een nieuwe zonnebril van wat is die? Evan en Odd. En dat is deze. Ik zal hem eens opzetten. Ik dacht eerst van, misschien gaat dat niet passen op mijn hoofd of zo. Maar ik vind wel dat het nog meevalt. Dus het gaat wel, hè. Dus die. Zo. Ik ben al bijna rond. Maar er zijn nog wat dingen onderweg, hè. Maar... ja. Dus ik heb ook bij Close Up een giveaway gewonnen. Een bon van €50. En die heb ik zeker en vast mooi gespendeerd. Ik heb een superleuke trui, maar dat is ook een blouse aan hangt precies. Zo, je ziet dat hier al aan de mouwen. Daar is dan de trui. En dat is zo de onderkant. Dus echt wel super mooi. Het is ook taai uniek. Dus het gaat voor mij wel een beetje oversized zijn, denk ik. Maar ik vind het wel super mooi. Dus daar ben ik al verliefd op. Zo, en dan heb ik ook nog een blouse. Zo. Met zo een knoop. Zo. Het is eigenlijk ook zo'n beetje hemdstijl. Maar ik vind het wel super mooi. Op een witte broek is dat ook echt schoon. Dus het zijn niet zoveel roze dingen dat ik gekocht heb, maar ik dacht, het was een keer tijd voor iets anders ook. Dus heb ik wat meer naar die grijze en die blauwe kanten gekeken. En zo, dat is wat ik nu geshopt heb. En er komen zeker nog dingen toe die jullie zeker nog in de vlogs gaan zien. En hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Als jullie deze vlog leuk vonden, mogen jullie zeker thumbs up doen. En abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Bye bye!